Het meest bijzondere aan het droogvallen is het verrassende. Het is iedere keer anders. Je kan nooit zeggen hoe het gaat worden van tevoren. Ik ben Hans Vlasbloem, zeilschipper van Zeilclipper Najade. Wij verzorgen avontuurlijke zeilreizen over het wad. Wij doen heel veel tochten waarbij we sowieso altijd gaan droogvallen of een keer gaan nachtzeilen. Het leuke eraan is, de mensen moeten weer met elkaar dingen doen. Het landschap waar je doorheen vaart is bij hoogwater allemaal water. En dan ga je droogvallen en ze stom verbaasd. Je voelt je op een mooie manier nietig. Nietig, maar niet eenzaam. De intensiteit van het wat is gewoon zo bijzonder door het getij, dat het water op en neer gaat. De gasten die wij krijgen komen om die reden. Ik ga dan veel met de mensen ook op pad en dan gaan we kijken wat voor diertjes er allemaal in het wat leven. Oesters rapen en kobbels zoeken. En een enkele keer zetten we een netje uit om harders te vissen. Ik zeg wel altijd tegen mensen, als je het wat op gaat, je mag van mij helemaal wegdromen. Maar neem even een klokje mee, zet hem op een wekker. Dat je na een half uur eens kijkt, hoe ver ben ik eigenlijk? Want dat half uur heb je ook weer nodig om terug te komen.